De Finabank NV heeft het initiatief genomen een pilot bankiersopleiding genaamd Module Bankaire Sector te starten. Dit doet de bank samen met Welten, dat is een Nederlands financiële opleider en detacheerder. Volgens Teun Willems, vertegenwoordiger van Welten, is deze module een vervolg op de eerste training die zij in 2013 samen met de Centrale Bank van Suriname hadden verzorgd. De module Financiële Dienstverlening was gericht op de gehele financiële sector en bestemd voor de medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en cambio's. Willems geeft aan hoe deze vervolgmodule eruit zal zien. De verdiepende module is echt SEC gericht op de module bankaire module. Dus puur op de bankaire sector. Geen verzekeringen, geen cambio's, maar echt gericht op hoe de financiële sector voor banken eruit ziet. Deze module is echt in Suriname ontwikkeld en voor Suriname ontwikkeld. Dat betekent dat we geen dingen alleen maar gaan leren over hoe het in Nederland werkt. Nee, het is geschreven vanuit Surinaams perspectief wat mensen in Suriname nodig hebben om te performen in de financiële dienstverlening. 2 maanden geleden is met een werkgroep van medewerkers van de Finabank en de Surinaamse Bank gestart met een voorbereidingstraject naar de opleiding toe, zegt Willems. Hij heeft een presentatie gehouden voor de bankiersvereniging, dus hij vermoedt dat meer banken zich zullen aansluiten. Willems vertelt wie behalve de banken baat zal hebben bij deze bankiersopleiding. Het gaat over kennis van hoe een bank zijn geld verdient, wat de risico's zijn die een bank loopt. Daarnaast wordt gekeken naar wat de internationale invloeden zijn voor de bankaire sector in Suriname. De actualiteiten worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld de wet en regelgeving omtrent FATCA. Nou, dat soort onderdelen zijn in feite voor iedere medewerker van een bank relevant in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Een stuk van de module is ook gericht op bijvoorbeeld integriteit en professioneel gedrag. Dat betekent dat er veel aandacht gaat naar de omgang met klanten, hoe om te gaan met lastige thema's als integriteit, privacy, adviesbevoegdheid. Nou, dat betekent dat als mensen deze module volgen, dat ze ook beter beslagen ten ijs komen als het gaat over het helpen van de klant. En dat zou betekenen dat de klanten daarvan profiteren. Het mooie daarvan is dat we hem ook afsluiten met de bankiers-eet. Dus iedere medewerker van een bank zal ook de eet afleggen dat hij in het belang van de klant zal handelen. En in die zin zijn verantwoordelijkheden kent binnen de sector en op de juiste manier daar invulling aan geeft. Aldus Teun Willems, vertegenwoordiger van Welten in Suriname. Hij sprak over de bankiersopleiding die deze organisatie binnenkort samen met de Finabank zal organiseren.